Helemaal, goed dat jullie weer kijken. Nieuwe challenge, vandaag doen we de knikker challenge. Zoals jullie zien, ik heb twee dezelfde flessen. In één fles zitten knikkers, de bedoeling is zo dadelijk, dat we gaan schudden en dan proberen de knikkers van boven naar beneden te krijgen. Wat belangrijk is, is dat het dezelfde flessen zijn en je kan knikkers gebruiken, of zoals bijvoorbeeld hier, kralen. Hoe meer knikkers of kralen je erin doet, hoe moeilijker het wordt. De eerste variatie doen we met de stopwatch. Ik heb de timer hier klaargelegd. Wat ik zo dadelijk doe, ik druk op start, dan draai ik hem om en ga ik zo hard mogelijk schudden. En dan gaan we kijken hoe snel mij dat lukt. Ja, dan komt hij. Start. Yes, en stop de tijd. Nou, dat waren 14 seconden. Ik denk dat jullie dat sneller kunnen met stopwatch. Oké, variatie 2. Doen we tegen elkaar. We gaan kijken wie het snelste de knikkers of de kralen aan de onderkant heeft. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Mooi. 3, 2, 1, go! Ja! We hebben een winnaar. Oké, dit was de knikker challenge. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Deel jullie video's, want wij zijn erg benieuwd hoe snel jullie dit kunnen doen. En tegen wie jullie dit doen. We zien jullie de volgende keer. Later!